Goedemiddag jongens, het is middag, het is al 1:30. We zijn weer terug bij de Aprilia SRV 850. Die we een service hebben gegeven. Oliefilter liggen, oliefiltertje, zeefje, van alles. Nieuw achterbandje. We hebben de motor gewoon een grote beurt gegeven. We hebben inderdaad hebben we ook de variateur vervangen, omdat die oude variateur kapot was. Toen ik die nieuwe variateur heb gemonteerd, heb ik in elkaar gezet, ja, dan niks aan de hand. Ik ga rijden, toen ik hem startte, voelde ik die motor kloppen. Glok, 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 glok. Hij maakte een kloppende geluid. Af en toe van die deze type motoren, die het vaker meegemaakt dat ze een kloppende geluid maken. Meestal in de variateur, maar dit variateur is nieuw, dus het mag, hij mag niet gaan kloppen. Als je gas gaf, gaat de klop eruit. Eentjes gas geven, dan gaat de klop eruit. Wat gebeurt dan? Dan drukt de koppeling zich uit elkaar. Wat ik denk, wat ik vermoed, dat het in die geleider zit. Deze geleiders, samen geleiders. Toen ik deze variateur heb gevangen, heb ik inderdaad niet de geleiders gevangen. Dat is mijn fout. Ik had gelijk die geleiders moeten vangen voor die paar eurotjes. Kijk. En als je ook heen en weer haalt, kan het, hij mag een beetje speling hebben, maar dan kan het niet gaan kloppen. Dat is wat ik ga doen. Dus heb ik, ik heb de motor weer helemaal uit elkaar gehaald. Inderdaad, het is een foutje van mij. Ik had gewoon beter moeten opletten. Ik had gewoon die geleiders nieuw moeten vangen. En we hebben hier nieuwe geleiders leggen. Dit zijn de oude geleiders. En dit zijn nieuwe geleiders. En dan gaan we de nieuwe geleiders monteren. Je voelt ook gelijk dat het een stuk steviger erin gaat. Je voelt het gewoon. Kijk, zit het erin. En nou. Nee. Heel wat is het? Ja, hey. Als we nou voelen, kijk, geen speling erin. Net echt speling erin. Kijk. Net hoe je zo deed, voelde klak, 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 klak. Wat je nou hoort zijn de rollenhuis. Die rolletjes, die mag je horen gaan, weet je. Geen probleem. Maar die plaat hoor voel je niet gaan. Dit is het probleem. Kijk, weet je, dat is ook de hoge kwaliteit die wij leveren. Als wij een fout maken, dan maken we die fout gewoon netjes in orde. Het is geen fout. We hebben gewoon oude geleiders gehouden. Dus en we hebben die oude geleiders afgehaald. Ik heb gewoon nou even 2,5 uur voor niks gewerkt. Ja, niet voor niks gewerkt. Ik doe het graag. Dus dit reken je ook niet de klant. Dat is gewoon, ik ga het beter moeten opletten. En nou wordt het opgelost. Of niet? Ja. Dan gaan we dit even in elkaar zetten. En dan gaan we de koppeling in elkaar zetten. Dus dat wou ik jullie vertellen. Dus af en toe, als wij een fout maken, laten we die ook zien. Komt niet vaak voor. Dus laten we ook af en toe gaan ze zien. Ik zit niet als een fout. Ik heb iets over het oog gezien. Over het hoofd gezien. Oh ja. Deze eigenlijk moet je altijd vervangen. Kostte misschien 3 euro, 4 euro per stuk voor die 25 euro die dingetjes vervangen. Kijk, het scheelt weer 2 of 3 uurtjes werk, weet je. Alles weer uit elkaar halen. Maakt niet uit. We doen het graag. Dus nou gaan we het weer in orde maken. Is goed job, jongens. Mag maar een eind aan.